De uitverkorenen. En dan als ondertitel een goeroe. Fascinatie en ontmaskering. Van Anita van der Meer. Ik weet niet of dat haar echte naam is. Ik heb zo'n vermoeden van niet. Er zijn ook wat namen, zegt ze, veranderd in het boek. Om toch het een beetje anoniem te houden allemaal. Maar ja, dat kan ook niet overal. Want het gaat over Egyptische goden ook. En die entiteit of die identiteit nemen mensen dan aan. En daar kun je niet zomaar een andere naam voor nemen, lijkt mij. Dus het is een waar gebeurd verhaal. Het verhaal speelt zich af, ik denk midden jaren 90 zo ongeveer. Dus dat is ook alweer 30 jaar geleden zo'n beetje. En het boek komt uit 2000. En dat is ook het jaar dat Mijn Kind Ziet Meer, ook dat boek hebben we besproken, kwam ook uit 2000. Van dezelfde uitgeverij. En ook dit boek, De Uitverkorene, is helemaal niet meer te vinden. Staat niet op de website van de uitgeverij. En wordt een beetje zo alsof het niet bestaat. Dus ik weet niet wat daar met die Anke Hermes aan de hand is. Of wat daar de gedachte achter is. Maar dit zijn twee boeken die weliswaar bijna 25 jaar oud zijn. Maar nog heel actueel zijn ook. En er staan allemaal dingen in die nu ook nog steeds spelen. En zelfs nog meer spelen dan toen. Dus waarom die boeken niet aanbieden in de herdruk? Of je kan gewoon print on demand. Kan ook een uitgeverij gewoon doen. Dus daar verlies je helemaal niet op. Maar om het überhaupt niet op je website te hebben staan, is een beetje gek, vind ik. En die Anke Hermes, die hebben zich toch een beetje, die hebben het accent een beetje verlegd, volgens mij, voor zichzelf. Ze dachten van, we gaan iets minder de persoonlijke waargebeurde verhalen uitgeven. We gaan ons iets meer richten op de wat wetenschappelijker benadering en hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Dus de boeken die ze nu uitgeven zijn er meer een soort van lezingen bijna. Van zo zit het in elkaar allemaal, maar dat is niet persoonlijk. Dat is toch een beetje jammer. Dus dan moet je toch teruggrijpen op de boeken van 25 jaar geleden zo ongeveer. Tenminste, ik vind dat leuker. Ik leer daar denk ik ook meer van. In elk geval, De Uitverkorenen. Het is dus een waar gebeurd verhaal, persoonlijk verhaal van iemand, Ina heet ze. Ze gaat door allerlei transformaties heen, door het hele boek heen. Dus krijgt ook andere namen. Maar het gaat over Ina. En Ina die woont in Nederland, heeft een man. En die komt in contact met het spirituele centrum Shangri-La. En dat ligt, volgens mij ligt dat bij Glastonbury. En volgens mij bestaat het ook niet meer. Maar toen was dat een spiritueel centrum. En ze kwam in contact dus met de oprichters, met de eigenaren daarvan. Het waren een man en een vrouw. En die waren walk-ins. Hadden ook weer andere namen gehad. En die hadden nu de namen Isis en Horus. En Isis was eigenlijk een beetje de goeroe. De goeroe uit de ondertitel. Dat is een beetje een rare ondertitel van De Uitverkorene. En dan een goeroe, fascinatie en ontmaskering. Hoezo heeft dat met die uitverkorene te maken? Het is een beetje een rare ondertitel, maar als je het boek leest, dan snap je het gewoon. Dus Isis die leidt eigenlijk dat centrum. Haar man die moet elke dag met haar naar bed of meerdere keren. Ik weet niet meer hoe dat precies zat. Maar dat moest. En dat deed hij een beetje met tegenzin ook. Maar dat moest. Want er was het goddelijke plan. Het is een beetje trust the plan-achtig. Van het goddelijke plan. Dus hij was ook de hele tijd aan het channelen van de boodschappen die doorkwamen. Het ging allemaal over het goddelijke plan. Het plan om de mensheid verder te brengen, verlichting, 5D, die termen die gebruikten ze dan nog niet, dat is meer iets van nu, maar het gaat om hetzelfde. We gaan de mensheid eigenlijk redden of verlichten.
En daarvoor moeten allerlei portals moeten geopend worden. En de ene ziel is nog niet in het lichaam of de andere ziel wil er alweer in. En dat krijg je, je krijgt een soort cyclus van walk-ins. En hoe zit dat dan? En niemand snapt er wat van. En iedereen raakt een beetje in de war ook, wat er allemaal moet gebeuren. En wat gebeurt er allemaal? Want die Isis die schijnt allemaal dingen en te channelen, maar ook aan te voelen en te kunnen zien. En Ina en haar man komen bij haar dus een beetje in de leer. In dat spirituele centrum. Ze gaan daar ook wonen zelfs. Ze verlaten Nederland. En die denken van, ja, we willen toch... Ja, die Isis, die kan heel veel. En daar willen we toch bij zijn. Kunnen we allemaal dingen van leren. En als het een beetje vaag is allemaal en onduidelijk, dan op den duur, dan gaan we wel inzien dat het, nou ja, hoe het in elkaar zit. En we kunnen dat dan zelf ook. We kunnen zelf ook dingen aanvoelen en met energie werken en reiki en noem het allemaal op. Dus ze gaan er wonen. Ze gaan ook naar Egypte. Er zijn een aantal reizen die ze maken. En in Egypte ook naar de piramides, maar ook andere plekken. En dan ook weer portals openen en dit en dat. En allemaal vorige levens komen dan bij de deelnemers. Want het is een groep van 10, 15 man of zo. Vorige levens komen dan opeens omhoog. En dan blijkt dat ze allemaal dus in dat oude Egypte hebben geleefd. En met elkaar ook. En die Isis was een soort godin destijds. En die had allemaal priesteressen om zich heen. En de mensen die dan op zo'n reis meegaan. Maar dat waren allemaal priesteressen toen. Het verhaal gaat daar dus over Ina, het spirituele centrum. En Isis, met de horrors ook een beetje erbij, met een beetje rare rol die hij heeft. Naar Egypte en weer terug, en binnen Egypte en weer terug. En ze worden eigenlijk ingezet een beetje als slaafjes. Want ze werken daar tegen kosten en inwoning. Werken ze in dat spirituele centrum om dat draaiende te houden. Ze zijn 7 dagen per week zijn ze bezig daarmee, alles opruimen, schoonmaken, gasten ontvangen, noem het allemaal op. Dat is echt een dagtaak. En ze hebben dus helemaal geen tijd meer om zichzelf spiritueel te ontwikkelen. Dus wanneer komt dat dan? Ja, dat komt allemaal. Maar dat komt dus niet. En je leest door het boek, het is niet in een dagboekvorm opgeschreven, maar je gaat helemaal met haar mee in die reis die ze maakt met die mensen. En alle twijfel die op een gegeven moment toch toeslaat. En heb ik wel het goede gedaan? En hoe zit dat dan? Ik krijg hele, hele rare dromen ook. En de deelnemers van die reizen krijgen ook rare dromen over Isis. En het voelt gewoon niet goed. Terwijl Isis kan wel heel veel. Oplichting of zo. Het is niet van, we doen alsof. Al zit dat er ook bij. Maar die is wel heel erg in het energiewerk is die heel ver. Dus je kan daar ook zeker wel dingen van leren. Het is niet doen alsof. Want die ontmaskering uit de ondertitel, dat heeft meer te maken met het spirituele ego. Eigenlijk gaat het daarover. Dus mensen die zo in de ban zijn van zichzelf en hun eigen gaven, die dan zo'n spiritueel centrum hebben. En iedereen om zich heen voor zich laten werken. En vinden ook dat moet, dat het zo hoort. Want het zijn allemaal priesteressen en helpers. En het gaat allemaal om het goddelijke plan. En Isis is gewoon, ik ben hier voor het goddelijke plan. En iedereen moet daarmee meehelpen en niet zeuren. Dus die hebben heel erg, bijna een klein beetje een soort godcomplex hebben zij. Door te denken van, wij zijn de reïncarnatie van die Egyptische goden. En wij stellen ons in dienst van het goddelijke plan, waardoor iedereen zich in dienst moet stellen van ons. En dan krijg je een hele ongezonde relatie eigenlijk met iedereen om je heen. En dan komt er ook nog een manipulatie een beetje bij kijken.
Dus de ondertitel doet dat een beetje vermoeden van, oh, we zijn ergens ingetrapt. En het was allemaal onzin. En er is gewoon niks van waar. En dat energiewerk, dat is ook niet waar. En dat is allemaal, we doen met z'n allen gewoon lekker alsof. Nee, het ligt subtieler. Dus dat is zeker waar. Die Ina, die krijgt ook allemaal ervaringen. Weet ook hoe ze met energie moet omgaan en zo. Dat is allemaal zeker geen onzin. Maar die Isis en die Horus, Horus wordt eigenlijk een beetje met haar meegezogen. Die staat helemaal onder invloed van haar. En die hebben allebei, maar dus Isis vooral, hebben van die manipulatietechnieken. En dan lijkt het in het begin van, ja, maar dat is allemaal heel erg liefdevol en zo. Maar er zit wat onder, dat spirituele ego zit daaronder. Van, ik ben heel erg belangrijk. En als ik niet kan doen wat ik wil doen, dan is het goddelijke plan is dan mislukt. Hè? En iedereen moet doen wat ik zeg. En langzaam, omdat ze dus een beetje ja, in dat centrum opgesloten zitten, Ina en haar man, spreken ze ook heel weinig mensen, behalve dan de mensen die daar dan op bezoek komen en cursussen doen en zo. Maar verder spreken ze eigenlijk niemand, want dat hebben ze ook helemaal geen tijd voor. Ze hebben geen tijd voor zichzelf en spreken dus ook geen mensen die voor hun eigenlijk dezelfde rol hadden. Dus die voor hun in dat centrum hebben gewerkt en daar gillend weg zijn gelopen. en toch daar in de buurt zijn blijven wonen ook. Omdat die invloed is zo sterk geweest van die Isis, dat je daar moeilijk los van komt. Dus echt een van de boodschappen van het boek is ook van, ja, blijf heel erg dicht bij jezelf. Ga geen excuses maken door achter een guru of weet ik wie aan te lopen. Van, ja, nee, maar hij of zij zegt dit of dat. Ja, dat snap ik niet helemaal, maar ik stap daar maar even overheen. Want zij zullen het wel beter weten. Zij zullen het wel beter weten dan ik. Dan ikzelf. En dan ben je heel makkelijk te manipuleren. Dus blijf altijd bij jezelf, bij je eigen gevoel. Als je er nog niet klaar voor bent, als je nog niet helemaal snapt, dan zegt dat iets over jou. Stap daar niet overheen. Dat heeft zo, die Ina heeft het ook wel geprobeerd om aan te geven. En dan is het van, oh, maar jij draagt hele zware negatieve energie bij je. En dat gaan we even wegnemen. En zo wordt alles zeg maar een beetje glad gestreken of weggewuifd. Het ligt aan die energie die je bij je hebt. En zo subtiel is die manipulatie en die macht die dan wordt uitgeoefend op zo iemand. Dus dit is een heel, dat gezegd, allemaal dat gezegd hebbende, is het een heel fijn boek. Want je reist helemaal met haar mee in hoe dat gaat. En aan het einde denk je echt van, ik ken haar gewoon. En het is, die Ina is gewoon een vriendin geworden. Dus dat is wel fijn aan hoe het geschreven is. Het is ook 400 pagina's, dus je kan er lekker in wegdwalen. Maar het is actueel, want je ziet dat nu weer. Je ziet dat nu weer allemaal mensen doen, spirituele leraren, die dan ook weer de reïncarnatie zijn van het heeft altijd met de Egypte te maken ook, dat valt me ook op. Wij zijn de reïncarnatie, wij weten het. En we gaan jullie onderwijzen en jullie moeten je eigenlijk helemaal ten dienste stellen van ons. En dat is het spirituele ego. Want dat is natuurlijk helemaal niet wat er moet gebeuren. Als je een leraar bent in de spiritualiteit, dan les 1 is dat iemand bij zichzelf blijft. In zijn eigen gevoel blijft. En zich niet aanklampt aan een ander die het dan zogenaamd beter weet. Dus je zag dit dus 25 jaar geleden al. Toen gebeurde het. Het gebeurt nu nog steeds. Met andere mensen en met andere goden en zo. Maar het gebeurt nog steeds. Het is hipper dan ooit op dit moment.
Dus daarom denk ik, geef dat boek gewoon opnieuw uit. Want daar hebben we mensen wat aan. Ja, dit was een erg mooi boek wat dat betreft. En zeker eentje om, tweedehands. Want nieuwe Hans is hier niet te krijgen. Dus dat is een beetje jammer. Maar als je hem ergens tegenkomt, zou ik hem zeker meenemen. Tot zover de omgevallen boekenkast. Tot de volgende.